We hebben de afgelopen verkiezingen gehad. Er vond een, een aardverschuiving plaats. Weliswaar niet door de PVV, maar door BBB. Maar het sentiment van de PVV zit er al bijna twintig jaar in ja. de Nederlandse samenleving. Je zou nou kunnen denken van, hè, laten we dat sentiment ook eens een keer beantwoorden door inderdaad een partij als de PVV een bestuurder te laten leveren. Dan krijg je, de, de, dan kan je voor mijn gevoel, kan je dan twee dingen krijgen. Enerzijds, de PVV levert een incompetente bestuurder af. En dat laat aan de kiezer zien van oké, okay, misschien is de PVV toch niet het antwoord. Want daar zit ook niet de kennis en kunde om bepaalde problemen op te lossen. Anderzijds is de andere optie is dat de PVV wel een bestuurder levert die iets kan en die ineens misschien problemen oplost en die met dingen uh, komt waarvan mensen denken, hé, hey, zo kunnen we het ook aanpakken. Maar als het die laatste optie is, die ik, net, die ik net zei, dan heb ik het gevoel van ja, dat willen partijen niet. En met name niet partijen als de VVD, de ChristenUnie, D66. Want, die, 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 hè, want dan, dan ziet Nederland dat de PVV wel degelijk iets kan. Ja, als het PVV eenmaal echt door het sanitair heen breekt, zal dat gewoon een extreme bedreiging zijn voor de bestaande machtsverhoudingen.